En door de Surinaamse bank recent gehouden aan aandelenmissie, waarbij 27.625.000 nieuwe aandelen zijn aangeboden tegen een uitgifteprijs van 8 SRD per aandeel, was een groot succes. De emissie was voor bijna 20% overgeschreven. Met deze uitgifte van aandelen beoogde de Surinaamse bank 221 miljoen SRD aan nieuw kapitaal binnen te halen ter versterking van het eigen vermogen. Ook wilde de bank daarmee de solvabiliteitsratio verbeteren. DSB is zeer verheugd dat er ruime belangstelling is getoond door zowel nieuwe als bestaande aandeelhouders. De toewijzing heeft conform de prospectus vandaag plaatsgehad. Ondanks het feit dat de groot aandeelhouder Assuria NV de emissie deels had gegarandeerd, was de belangstelling derhalve groot dat geen gebruik gemaakt hoefde te worden van deze garantie. Na de emissie zullen Assuria, Self-Reliance, Fatum en Hakari Bank elk een belang van ongeveer 17,5% in DSB bezitten. DSB heeft met deze succesvolle emissie een aanzienlijke verbetering van haar kapitaalpositie kunnen realiseren. DSB brengt dank uit aan Assuria voor het garanderen van het succes van de emissie en de Surinaamse samenleving voor het gestelde vertrouwen in onze banken.